Wij klein zijn van omvang, hebben best wel veel patiënten waar we aandacht aan moeten besteden. Want het zijn er 500.000 of misschien. Er zijn heel veel mensen die weten het gewoon helemaal niet dat ze een aandoening hebben aan hun schildklier. Die proberen we ook te bereiken, want doordat het heel lang duurt vaak voordat je snapt wat je iets met je schildklier hebt, blijf je heel de tijd eigenlijk niet gediagnosticeerd. Dat betekent dat je moe bent, dat je last hebt van haaruitval, van huidkloppingen. Je kan de trap niet meer op of af, of zelfs de bank niet meer op of af. De dokter zegt, ja, je bent een beetje burn-out misschien, aandoen. En soms ben je dus meer dan een jaar bezig om erachter te komen wat je hebt. Ik ga niet over je hele ziekte vertellen, helemaal niet nodig, er staat genoeg op internet als je geïnteresseerd bent. Maar wij vinden het hartstikke fijn om goed doel te mogen zijn. We zijn niet altijd zo'n sexy aandoening, hè? En we zijn niet alleen maar voor met kleine kinderen. En dat betekent dat het voor ons best wel lastig is om geld te werven voor onderzoek. En we hebben wel een droom. En die droom is dat we ooit nog eens een kunstschildklier kunnen ontwikkelen. En dat we met een kunstschildklier alle mensen kunnen helpen. En kunnen helpen zodat ze geen medicatie meer hoeven te slikken. En zodat ze niet meer afhankelijk zijn. En ook energie hebben om net als jullie te sporten. Nou, gelukkig kun je ook met een schildklieraandoening best sporten. En dat zal Liselotte laten zien. En ze wil zich echt bewijzen bij deze fish potato run. Ik wou een heel klein quizje met één vraag met jullie doen. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd of jullie die vraag kunnen beantwoorden. En dan wil ik jullie zo vragen om de vinger op te steken. En dan stel ik de vraag. En dan wil ik graag dat jullie 1, 2, 3 en bij de derde tel meteen antwoord geven op die vraag. En dan ben ik heel erg benieuwd of jullie het goede antwoord weten. Hoeveel mensen van jullie het goede antwoord weten. Die vraag ga ik nu stellen. Als jullie de vinger in de lucht willen steken. Wijs aan waar je schildklier zit. 1, 2, 3. Nu. En vasthouden. Vasthouden. Hè? Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee, ook oh, dat is niet goed. Ja, ik wist wel, nee, daar ook. Nee, niet hier. Niet daar. En wat zie ik nog meer? Ik zie wel heel veel. Goed, ook niet hier. Niet aan de zijde. Maar inderdaad, hier. Nee, er zijn best wel veel goede antwoorden. Valt u mee? Goed hoor. Ja, ik dacht hier. Als je wat meer over wil weten, kijk gewoon op de website www.schildklier.nl en dan hoor je er alles van. Het woord heel even ook aan Liselotte en dan mogen jullie zo elkaar even kort. Ik ben Liselotte, ik ben 19 jaar en ik weet sinds maart van 2013 dat ik dus de ziekte van Graves heb. Dat is dus een snelle schildklier. Ik ben toen begonnen met medicijnen slikken en dat ging in het begin was heel moeilijk. Ik vond het mentaal wat hoogdrempelig om naar de sportschool te gaan en daar ben ik eigenlijk begonnen met hardlopen. Het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen en ik vond het heel erg leuk. Dus aldoende is dit toch wel iets heel erg positiefs wat mijn ziekte mij heeft meegebracht. Dus, blogt op onze site en ook op jullie site van de Fish Potato Run, dus volg haar. En we gaan natuurlijk met z'n allen, minimaal, wat zullen we zeggen, veel ophalen? 5.000? Gaan we doen? Allemaal de familie enthousiasmeren, we lopen met collectebussen, maar je kan het via de site een fish doen en elke euro is er één. Dus hartstikke bedankt. En dan gaan we lopen.